staan in de Vogelrok. 35 minuten. Dat gaat nog wel. Nou, ik kan niet. Waar is dat? Dat is mijn camera. Yeah, yippie, lekker wachten. Eén keer wachten, jongens. Nou, ja, daar staan we dan weer. In de rij van de Baron, alweer. En 110 minuten wachten. Maar Leo is er nog 0 keer in geweest. Het is de eerste keer. Hey Leo, is jouw eerste keer of niet? Ja. Mooi man. En daarom gaan we er weer in. En we hebben waarschijnlijk zo'n brandbrug. Ja jongens, we zitten erin. Rij 3. Yo mensen, we komen net uit de Baron en Sander de Bruin of zo, of hoe heet hij met de achternaam? Ja, de Bruin. De Bruin, die was er ook. Die zat bij ons in het karretje. Hij zat voorin en ik zat achterin, of ja wij. We zijn ook met hem op de foto gegaan en die komt nu in beeld. Ja, dat is een mooie foto natuurlijk. En ja, gaan we nou, waar gaan we in? Vliegende Hollander denk ik, toch? Ja. Vliegende Hollander. We zijn er bijna jongens. Ja, welke vrachten we? 1, HV1, dat is deze. We zijn er bijna, of niet Rick? Ja. We staan nou voor het poortje. We hebben 25 minuten gewacht. Ze komen alle vier poortjes aansluiten en de plaats in de boot zo goed mogelijk om te veranderen. Oh, daar recht voor ons, aan de overkant, is niemand. Nou jongens, we varen. Oh yeah. En want ja, het is gewoon zo, het is gewoon kijk, hè. Het is gewoon wel mensen, ik weet niet of dat jullie het zagen, maar mijn zonnebril flikkerde van mijn hoofd. En toen moest ik hem even rapen in het bootje. Maar ja, ja, dat was gewoon grappig, weet je. Ik zal nou al de herhaling laten komen. Yo mensen, ik zit weer in de Baron. Nee, het is gewoon deze stoel. Donder kebab, jongen. Eet smakelijk of niet? Wat heb jij? Oh, je hebt met die knoflooksaus, maar die troep hoef ik allemaal niet. En Rick heeft ook alleen maar met knoflooksaus. Ja, ik heb ook brooi donders in de tas zitten. Zo dag. Worstelbroodjes. Oh ja, worstelbroodjes heb ik ook nog. En ja, eet smakelijk dan, hè. Yo, we gaan ook op de derde keer in de Baron. Tom en Leo die zijn even naar van die saaie shows kijken. Want daar geef ik niks om en hij ook niet. Dus wij gaan mooi hierin. Hoi. Nou jongens, we staan nou alweer hier zo. Daar is een foutje. Ja. Oké jongens, we komen er dus net uit. En Tom zegt dat hij bij de Bob is, dus dan gaan wij daar even heen en kijken of dat hij ook bij de Bob is. Nou mensen, dat was dus waar Tom en Leo waren, of niet? Ja joh.
Ah, helemaal Polonaise. Het is nog een stem van Jürgen Freiburg. En nou gaan we naar de... Waarom? Alweer. Yo mensen, we zitten weer in rij 1. Rick flikkerde net. Wat ging jij nou doen, jongen? Hij flikkerde net over het touwtje of zo. Ik legde mijn benen op en toen flikkerde. Hij flikkerde keihard bij zijn kettingen, hè? Rick, wat is er nou weer gebeurd? Ik heb een kaartje laten vallen. Hij heeft zijn kaartje laten flikkeren hier. Ik heb zijn kaartje dus laten vallen. Zie hem daar staan, man. Homo. Nou jongens, net bij de Baron dus. Toen zal ik het even uitleggen. Oké, okay. Als eerste bij dat kettingje. Hij legt zijn ketting, of hij legt zijn been op de ketting. Dus die ketting breekt en hij flikkert op de grond. Hij breekt en hij flikkert op de grond. En daarna... Laat hij gewoon zijn kaartje vallen. En daarna, hij ging zo leunen bij dat gat waar die microfoon of zo in staat. En toen liet hij zijn kaartje in het gat flikkeren. Wat een sukkel, joh. We kijken of ik dat filmpje. Laat me nooit met ons kijken, maar goed en van natuurlijk Junior Songfestival live op het Negenplein in Vestijn. In de Efteling natuurlijk. Ik vind het heel erg leuk dat jullie er zijn allemaal. De volgende dag, lekker slapen tot 2. Werken, ik kom later wel mijn leven is van. Ja, de wereld aan mijn voeten, er is niets wat niet kan. Ik ben een teenager. Connected, we are all connected. I'm all connected. That's what all the time will work.
Oké, het is al een beetje donker, jongens, maar we gaan nu naar Carnaval Festival. Carnaval Festival. En daarna naar Ravelijn in het donker. Dus dat is vet. Deze is gesloten. We zeiden net dat Pargo ook. En ja, we zien wel waar we nou. Ja, we gaan naar Carnaval Festival, maar we zien wel hoe dat gaat gebeuren. Ja, we zien het wel hoe het gaat gebeuren. Ravelijn, waar raven en ruiters zullen zijn, staat er in het licht. Joost! Lisa! Hey kut, je zit er met je kop voor, joh. Ga eens naar voren hangen, jij. Emma, waar zijn jullie? Ergens. Dames en heren. Ja, het spijt me dat ik me even kom lastig vallen, maar ik ben op zoek naar mijn kinderen. Ja, die zijn er niet, doei. Jeez, fucking vet. Joost! Joost! Ravelijn.
naar de Brink. En dan gaan we Two Limits Limited. Moet je lichtjes bij hebben? Nee jongen, dat hoeft er niet meer. Dan gaan we, oh, waar gaan we naartoe, Rens? Two Limited of zo. Down below, deep down below. Negen pleinen.